Slam FM. De studenten hotel en event management van Hogeschool Tio komen tijdens hun studie op de meest uiteenlopende plaatsen terecht. Ik ben een intern in het Sofitel in Sydney. Dat is onze stagiair marketing, pers en PR, als ik me niet vergis. Ik loop hier een interessante stage als management trainee. Ze lopen stage in binnen- en buitenland als hotelmanager, eventmanager, maar ook in bijvoorbeeld marketing of sales. Op school krijg je een stukje basis mee en hier mag je het allemaal tot uitvoering gaan brengen. De studenten hotel en eventmanagement vind je dus bijvoorbeeld terug in hotels in Zuid-Afrika en Australië, maar ook als wedding planner op Curaçao. Ik organiseer huwelijken, eigenlijk van A tot Z. De opleiding Hotel en Event Management leidt in slechts 3 jaar op voor het beroepscompetentieprofiel Hoger Hotelonderwijs. Hier loop je in principe met alle afdelingen ook mee, housekeeping, reserveringen, front office en de F&B. Hello, may I have your room number, please? Je leert overal hoe alles werkt. Would you like the total bill on one invoice? And in the restaurant we have Dora, Ella and Cherie. Ja, vooral mensen in- en uitchecken, reserveringen maken, gasten te woord staan. Chris is doing fantastic. He thinks for himself, he's proactive and he comes with a great skill base, which is obviously what he's been taught back at college. Met het HEM-diploma mag je de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration voeren. Het is wel een mega ervaring en mijn Engelse taal is er hartstikke op vooruit gegaan. De verscheidenheid en daarna de professionaliteit die we hier ook leren. Dat is wel een van de grootste leerpunten voor mij. Zou je studenten aanraden om een stageplek te zoeken in het buitenland? Ik zou het zeker aanraden, omdat het vooral goed is voor je ervaring. Ja, en je wordt gewoon heel zelfstandig in een hele korte tijd.